Hoi hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Robin Fotografie. We zijn nog steeds op Texel en we gaan kijken of we overdag een leuk plaatje kunnen gaan schieten. Ik weet niet of jullie het vanaf hier kunnen zien. We zijn vlak bij de vuurtoren en zoals ik al zei, het is overdag. Dus we hebben veel bewolking en dan gaan we kijken of we een leuk plaatje kunnen gaan schieten met de bewolking. Nou, ik heb al een compositie gezien eergisteren en dat is een beetje bovenaan de bult. En dan hebben we heel veel overzicht van het hele landschap hier. En gaan we kijken of we daar een leuk plaatje gaan schieten. Nou, gaan jullie mee? Zo, ik ben bovenaan de bult. Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen verstaan, want er staat heel veel wind. Ik zal even een snel rondje lopen, dan kunnen we een beetje kijken hoe het eruit ziet. Zoals je kunt zien, je kan echt heel ver kijken. Dat is natuurlijk super gaaf. Daar kijk je op de zee uit. Ik heb al gekeken voor een zonsondergang hier, alleen dan gaat hij precies daaronder. Dat vind ik op zich niet zo'n mooie positie. Ik had wel gehoopt dat hij daaronder ging. Alleen helaas. Nou, ik zal even verder lopen. De vuurtoren. Zoals je hoort, heel veel wind. Maar ik probeer een beetje tegen de wind in te praten. Zodat jullie mij een beetje kunnen verstaan. Het is behoorlijk koud. Ik ga de spulletjes even pakken. En dan gaan we kijken of we een leuk plaatje kunnen gaan schieten. Misschien is jullie al wel opgevallen, maar ik heb ook een andere camera bij me. En nee, dat is niet mijn vlogcamera. Dat is een camera die ik gebruik voor vogelfotografie. Met deze kan ik ze heel erg dichtbij halen. Kwaliteit wordt natuurlijk wel ietsjes minder. Alleen ik ben, zoals jullie weten, ook gek op filmen. En met deze camera kan ik heel mooi de dieren dichtbij halen. En daardoor wordt het natuurlijk een stukje mooier om te zien hoe de dieren zich bewegen en hoe ze zich gedragen. En dat kan met deze camera hartstikke goed. Misschien is jullie ook wel opgevallen in mijn vlogs dat je af en toe mijn vriendin in beeld hebt zien lopen. Alleen, het is niet dat je het heel erg opvallend ziet. Alleen ik laat jullie nu even een paar fragmenten zien dat je haar ook kan zien. Dus we zijn bezig met een big stop, hè? Ik weet niet of jullie wat zeggen, maar dat... Nou, zoals jullie kunnen zien zit ze altijd een beetje ergens achter mijn vlogcamera. En het mooiste van deze hobby is dat zij ook deze hobby heeft. Alleen zij doet heel veel met vogelfotografie en met macrofotografie. Vind je het ook leuk om haar te volgen? Doe ik eventjes een linkje voor onze YouTube volgers in de beschrijving. En op Facebook zal ik wel eventjes op mijn pagina een linkje zetten. Zodat je kan kijken naar haar foto's en haar Instagram. En dan kun je zien wat zij allemaal zo al fotografeert. Nou, ik heb mijn zoomlens erop gezet. Ik wil jullie eventjes een paar foto's laten zien van de omgeving. Dat doe ik gewoon uit de hand, heel makkelijk. Zodat jullie een beetje idee hebben hoe de omgeving eruit ziet. Nou, ik zal eens even een paar foto's schieten en dan laat ik jullie die even zien. Nou, ik heb inmiddels een compositie gevonden. Ik heb mijn statief neergezet. Ik zal jullie even laten zien. Ik heb hem zo neergezet dat mijn voorste poot van de drie poten helemaal naar voren staat. Op het moment dat de camera dan iets voorover duwt, zal die niet zo snel omvallen. Dus zorg altijd dat een van jouw poten altijd naar voren staat. Dat maakt het extra stevig. Nou, ik ben even iets achter de bult gaan zitten. Daar besta ik zelf ook wat uit de wind. En dan kunnen jullie mij ook goed verstaan. Nou, ik ga de filters eventjes ervoor opzetten en dan gaan we kijken of we een leuk plaatje kunnen gaan schieten. Nou, ik heb mijn filters ervoor gedaan. Ik heb een Lee Hardcrat voor zitten. Steek hier geen boom boven de horizon uit, dus ik kan die hartstikke mooi gebruiken. En ik heb mijn 10 stops filter ervoor zitten, want er is heel veel bewolking. En op het moment dat ik dan een lange sluittijd neem, dan gaat hij de bewolking als het ware bevriezen.
En dan krijg je best wel mooie strepen effect in de lucht. Dat vind ik zelf wel gaaf om te doen. Ik heb net één foto gemaakt, die wil ik jullie toch even laten zien. Ik heb net een foto gemaakt met 20 seconden met dat ND filter voor van 10 stops. Alleen was ik mijn dopje vergeten voor de camera neer te zetten, zoals jullie in mijn vorige vlogs hebben gezien. En dan zie je toch dat je een paarse kleurzweem krijgt. Nou, die foto laat ik jullie nou even zien. En daarin kun je toch zien dat je zonder dat dopje dus toch een kleurzweem in je foto krijgt. Nou, zetten we het dopje ervoor. En dan ga ik exact dezelfde foto weer maken en dan kun je het verschil zien. Nou, dan kun je het verschil wel goed zien, hè. Dus dat dopje moet je eigenlijk altijd voordoen of je hand ervoor houden. Ik zit nu op een sluittijd van 20 seconden. Alleen vind de bewolking nog niet echt zoals ik hem wil hebben. Ik wil eigenlijk alleen maar een soort van strepen hebben. Hoe ga ik dat nou doen? Ik zit op een diafragma van f.9. En eigenlijk fotografeer je op f.9 omdat je zoveel mogelijk van voor naar achter helemaal scherp wil hebben hier. Alleen doordat ik mijn secondes nou wat langer wil maken, zou ik mijn diafragma daaraan aan moeten passen. Omdat het nou overdag is, is het behoorlijk licht. Dus dan kun je al niet zo heel veel mee doen. Dus ik ga mijn diafragma een beetje op proberen f16 te zetten. En kijken of ik dan een sluittijd krijg van 30 seconden. En of dan de bewolking wat meer gestreept is. Nou, ik ga hem eventjes veranderen. Ik heb een heel mooi displaytje bovenop. Dus dat was wel vrij makkelijk. Even kijken, diafragma f16. En dan ga ik naar de sluittijd van... Ga proberen 30 seconden. Dan gaan we even kijken wat hij doet. Als de foto eruit komt, laat ik jullie die even zien. Zo zie je maar weer. Overdag kun je best wel een leuke foto maken. In deze omgeving heb je best wel meer punten. Alleen zoals ik jullie bij het begin van de video liet zien. Van de vuurtoren bijvoorbeeld staan van die lelijke masten bij. Ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Dat vind ik gewoon niet mooi. Ik ga deze vlog anders afsluiten dan normaal. Misschien dat jullie het wat leuk vinden. Wij gaan nog even een stukje verder lopen. Gewoon door de natuur zelf. En gaan we kijken of we nog een paar soorten vogeltjes kunnen vinden. En gaan we kijken of we die kunnen filmen. Lijkt me wel leuk. Nu al vogels gespot. Even kijken wat dat zijn. Een kneuien, ja. Een mannetje. Ik denk dat dat het vrouwtje is. Daarvan zitten er heel veel hier. Lekker aan het vroeten. Nou, een klein stukje lopen en al deze gespot. Kijken of we nog meer tegenkomen. Super gaaf hoor, hem zingen joh. Mannetje of vrouwtje? Ik kan de voorkant moeilijk zien. Veel wind. Hij zingt wel heel mooi. Hier kun je duidelijk zien dat de man is. Voorrolt. Super gaaf. En weg was die. Er zitten heel veel hier. Een mooi tapuitje. Een vrouwtje. Zich lekker aan het poetsen. Veel wind. Een roodborsttapuitje. Nou, een ander soort. En hier zo te zien het mannetje. Ja. Super gaaf. Ook mooi aan fluiten. Nou. Toch nog een paar soorten gezien. Nou, dat was wel even mooi om te zien. Het brengt me wel op een leuk idee trouwens. Misschien dat jullie ook wel leuk vinden. Moet je me even laten weten in de comments. Van, dat ik een keer een vlog maak. En dan gaan we op zoek naar vogels. En dan gaan we die spotten. Lijkt me op zich wel een keer leuk. Een keer wat anders.
Nou, ik ga deze vlog afsluiten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Ajus.